begon wel dit seizoen natuurlijk. Eerst 4 wedstrijden in de basis begonnen. En daarna kwam de klat er een beetje in, zeg maar. Ik vond vooral in het begin vond het heel moeilijk dat ik niet speelde. En thuis was ik ook niet echt te genieten. Dat was misschien de eerste 2 weken. Dan ben je gewoon chagrijnig en dan ben je niet zo vrolijk thuis. En dat hoorde ik ook hoor. Dus daarom heb ik misschien ook al snel die knop omgezet om gewoon het beste er maar uit te halen, zeg maar. Is er dan twijfel over jezelf? Nee, niet echt eigenlijk. Nee, ja, ik weet wat ik kan. Ik bedoel, in het eerste jaar heb ik dat hier ook laten zien, dat ik gewoon goed, dat ik gewoon ja, bij Feyenoord gewoon goed kan spelen. Dus dat had ik niet echt, nee. De ommekeer komt na de winterstop. Toornstra staat weer in de basis. Hij scoort, hij geeft assist en hij blaakt van het zelfvertrouwen. Vooral het feit dat ik mijn hele wedstrijden speel. En in het begin had ik zelfs nog kramp. In het begin, dat is al een paar weken geleden. En ik merk dat ook nu gewoon dat ik dat niet meer krijg en dat ik weer echt wedstrijdfit ben. En ja, dat je ook weer wat meer energie en acties kan leggen, ook aan het eind van de wedstrijd. En dat ik ook bijvoorbeeld tegen Cambuur weer een doelpunt maak. Dus het begint weer de goede kant op te gaan. En dat terwijl hij in de winterstop bijna verhuist naar Hoffenheim. Ja, nee, dat klopt. Dat zou ik niet ontkennen. Als je zelf het idee hebt dat je niet aan bod komt, dan ga je over dat soort dingen twijfelen. Alleen, ik moet zeggen dat Feyenoord wel vrij resoluut was. Dat ze hem niet wilden laten gaan. Lex Immers was ook al vertrokken. Dus ja, dan houdt het ook op. Ja, daar sprak eigenlijk ook wel weer vertrouwen uit. Ja, ze zagen toekomst in mij. En dus dat gaf me eigenlijk ook wel een soort van boost om gewoon keihard te werken en wachten op die kans. En nu is het dromen van een derde plaats op de ranglijst en natuurlijk bekerwinst voor Feyenoord. Ja, dromen, ja. Ik zou het wel echt super gaaf vinden om daar te staan aan het eind van het seizoen. En mee te maken hoe dat voelt als je daar staat met een prijs in je hand en wat het ook met de supporters doet. Ik kan het wel een beetje voorspellen, maar om het echt mee te maken lijkt me wel heel